gaat er meteen bloedje fanatiek aan toe in het zand. Het dorp viert dit jaar zijn 275-jarig bestaan. En dat wordt gevierd op het scherpst van de snede. Ja, het gaat super. Het gaat ook heel goed met, volgens mij zijn alle straatjes al verkocht. En we kunnen straks aan de huizen beginnen, geloof ik. Is het laatste? Ja, ik ben de laatste, ja. Gefeliciteerd. Nou, dat is mooi. Voor de rest lopen we een beetje erg achter. Betaal dokter de boer. Ik heb last van mijn rug. Ik hoop niet voor je dat het over is, want het is een prijzig geintje. Uiteraard is het spel helemaal aangepast op het zand. Alles klopt als een bus. De duurste straten zijn ook de duurste straten waar de winkels staan in het zand. Dat is ook onze duurste straat op het bord. En alles heeft te maken met ons dorp. Ga verder de start. Yes. Woe. We staan best wel voor. De merendeel van de straten en van de plekken. We stonden niet op het verkeerde plaatje. Maar we hebben goede onderhandelingen met de buren, dus het komt goed. Plus 150 en de eerste keer dat u er kan, hoef je niks te betalen. De eerste huizen staan? Ja, de eerste huizen staan. Ik ken ook het begin van het faillissement wijzen, maar ja, je weet maar nooit, hè. En zoals thuis in het klein, heb je ook hier in het groot winnaars en verliezers. 18 failliet. Ja. Dat is wel een spel, hè? Ja, precies. Leuk om mee te doen. Meedoen is belangrijk. Ja. Nee, het is hem echt niet geworden. Nee, hartstikke blut.